Goedemiddag en welkom bij alweer een training van G&I Live. En het is nu de vijfde training, maar het maakt niet uit in welke volgorde je deze trainingen kijkt. Ik hoop dat je veel plezier zult hebben, dat je veel zult leren van deze training. En dat je ook andere trainingen zult terugkrijgen, daar zal ik later meer over vertellen. Ik zal je eerst vertellen waar deze training over gaat. Want deze training gaat namelijk over environmental reporting. Mijn naam is Laurens Vreekamp. En wat ik je wil vertellen is, ik wil het hebben over environmental reporting. En dat doen we vanuit het Nieuwslab. En ik ga weer even schakelen naar de camera. Nou, wat is environmental reporting? Klimaatverandering is eigenlijk een steeds groter onderwerp geworden de laatste jaren. En de vraag is toegenomen naar tools om gegevens te vinden en de veranderingen over de hele wereld van de klimaatverandering ook te visualiseren. En naarmate de effecten duidelijker worden van de opwarming van de aarde. Denk aan branden in Australië, in het Amazonegebied, maar ook in de VS, is eigenlijk de vraag van lezers, kijkers, luisteraars naar dit soort verhalen toegenomen. Columbia Journalism Review die heeft een analyse gedaan van 1300 klimaatverhalen. Tussen 2017 en 2019 zijn die gepubliceerd. En het publiek consumeert dit soort verhalen 2 keer zoveel dan voorheen. Nou, met dit in gedachten willen we je kennis laten maken met de tools die je kunnen helpen bij het vinden en het vertellen van verhalen over het milieu en het klimaat. En daar wil ik je in deze training in meenemen. Allereerst zal ik je aan de hand van de presentatie vertellen wat we gaan doen. Dit is environmental reporting, nogmaals. In onze vorige G&I Live sessions hebben we onderwerpen behandeld zoals geo, data en visualisatie, advanced search, fact-checking, investigations. En vandaag gaan we dus wat dieper in op environmental journalism. Denk aan klimaat, milieu, onze fysieke omgeving. Buiten eigenlijk. Dus dat gaan we nu doen. Zoals elke live training ga ik je vertellen hoe jou dit als journalist kan helpen tijdens onderzoek naar verhalen die je aan het maken bent. Ik toon wat tips, trucs, nieuwe tools. Dit zijn vooral echt nieuwe tools met veel datasets die je aan kaarten kunt koppelen, geografische kaarten. En ik hoop dat je je werk daarmee net iets effectiever kunt doen. Dat je inspiratie vindt, misschien nieuwe verhalen kunt maken of stukken waar je mee bezig bent, je kunt verrijken met dit soort informatie of je gewoon weer helpen om een nieuw perspectief te bieden. Maar uiteraard zul je in deze tijd ook het veld in moeten. Nou, wat doet G&I? Dat zal ik je laten vertellen. Google News Initiative is our effort to build a stronger future for journalism. Ofwel, de Google News Initiative helpt journalisten, redacties, uitgevers, mensen die nieuws maken, die onderzoek doen. Om bijvoorbeeld slimmer te werken tijdens hun onderzoek, te helpen met publiceren, te helpen met publiek te vinden, door middel van dit soort workshops en trainings. Een ander deel is te kijken naar een duurzamer economische model om journalisten aan het werk te houden eigenlijk, en om inkomsten te genereren met journalistiek werk. Dat doet een ander team van de G&I. Ik werk voor het Nieuwslab. En een van de andere dingen die we doen is met technologie van Google journalisten, redacties, uitgevers, nieuwsbedrijven helpen om te innoveren, om te kijken of ze nieuwe services en producten voor hun publiek kunnen maken. En dat doen we bijvoorbeeld met de Nieuwslab Sprint. Als je daar informatie over wil, mail me dan op lvreekamp@google.com. Nou, meestal komen we bij redacties langs, bij nieuwsbedrijven, bij uitgevers. Dat is de laatste paar maanden helaas niet mogelijk, om verschillende redenen natuurlijk. Daarom zijn deze G&I Live trainings daar een voorbeeld van. Maar we hebben ook een online Learning Center, online training center, en die vind je op g.co/newstraining. Nou, daar kan je op de hoogte blijven van de nieuws, tools en workflow. Die vertellen we hier, die tonen we hier. Het is ontwikkeld met jou als journalist in gedachten. Dus korte training, korte cursussen over nieuwe tools of hoe je bijvoorbeeld data anders visualiseert. Als er een nieuwe tool komt, bijvoorbeeld afgelopen weken hebben we een introduction to machine learning gepubliceerd op de website voor journalisten. Wat is AI? Wat is ML? Wat zou je ermee kunnen? Wat doen anderen ermee? Kijk er zeker even op ons online training center g.co/newstraining. Nou, deze G&I live trainings, die kun je ook allemaal nog een keer bekijken of bijvoorbeeld doorsturen aan collega's. Als je zoekt op G&I live trainings op YouTube of je gaat naar g.co/newstraining, dan vind je al onze verschillende trainings in verschillende talen. Engels, Frans, Duits, Spaans, Nederlands ook. Dus kijk daar zeker ook. Die vind je hier. Als laatste wat ik nog wil melden. De vorige keer vertelde ik over Project Backlight. Dat is een tool waar Google aan heeft gewerkt, waarmee journalisten snel verhalen kunnen ontdekken
die in grote dossiers en documenten verborgen liggen, Backlight. Nou, als je toegang wil, kun je dat aanvragen via de URL die je hier in beeld ziet. goo.gl/getbacklight, alles kleine letters, goo.gl/getbacklight. Maar ben je nu bijvoorbeeld zoals een van de redacteuren, journalisten, kijkers die de vorige training bekeek, dan kun je een live demo aanvragen. En dan kun je mij mailen voor een hangout, een meet, doen we een virtual demo. Je kunt dan zelfs documenten meesturen waarin je benieuwd bent van, nou, hoe zou dat dan werken met zo'n nieuwe tool? Stuur me een mailtje, elfrekamp@google.com. We hebben al verschillende kijkers gereageerd, die hebben al zo'n custom training gekregen en een live demo. Dus mocht jij dat willen, of jouw collega's, stuur dit door. elfrekamp@google.com en we maken een afspraak en we doen het live. Oké. Nou, dit even over de vorige keren, de vorige trainings. En zoals gezegd, vandaag wil ik je kennis laten maken met tools die je kunnen helpen bij het vinden en vertellen van verhalen over duurzaamheid, over het milieu en het klimaat. En ik wil alvast echt vertellen dat dit zijn hele uitgebreide tools die ik je toon. En we hebben helaas gezegd, we hebben maar een aantal minuten voor deze trainings. Dus ik wil je vragen om na deze training zelf aan de slag te gaan met de tools, om er eens rond te kijken. En vergeet dan ook weer niet om op het online training center te kijken, want daar vind je heel veel resources, stap-voor-stap tutorials, hoe je bijvoorbeeld deze verschillende tools kunt gebruiken. Ik ga er een paar dingen uit uitlichten en ik hoop dat je daardoor een idee krijgt van wat er mogelijk is. Je kunt me altijd mailen met vragen, elfrekamp@google.com. Maar goed, de inhoud van vandaag is het volgende. We hebben drie items. De eerste is sustainability, daar ga ik over vertellen. Tweede, monitoring environmental impact. Dat zal vooraan gaan over water en bos. En het laatste over wat er gebeurt op zee en dan voornamelijk met de visserij. Dus die drie onderwerpen die ga ik vandaag behandelen. Starten we met het eerste. Sustainability.google. Nou, er zijn verschillende efforts die Google doet om te werken aan duurzaamheid. Sommige zijn zelfs persoonlijk. Your plan, your planet. Sustainability.google. Laat je de impact zien van kleine veranderingen die je in dagelijks leven kunt aanbrengen om je duurzaamheid te verbeteren. Dit is niet zozeer voor journalisten, maar geldt eigenlijk voor iedere burger van deze aarde, ieder mens op aarde. Zou dit kunnen gebruiken om te kijken wat kan ik doen. Nou, verder hebben we nog de zogeheten Environmental Insights Explorer, EIE. De Environmental Insights Explorer is een nieuwe tool met als doel om mensen inzicht te geven in de impact die steden waarin ze leven hebben op de wereld. Nou, op dit moment, je ziet hier een animated gif voorbij komen, zitten er zo'n 120 steden in deze Environmental Insights Explorer, waarvan 34 in Europa, Nederland op dit moment nog niet, daar ga ik zoiets over vertellen. En het plan is om steeds meer steden toe te voegen en het doel van de tool is om unieke Google gegevensbronnen en modelleermogelijkheden te gebruiken om bijvoorbeeld schattingen te maken van activiteiten, emissies en verminderingen. Die gratis beschikbaar te maken, zodat iedereen ermee kan werken. Beleidsmakers, journalisten, academici, studenten, eigenlijk iedere burger, iedereen. Nou, een van de efforts die we in Nederland doen, er zijn in 2019 een aantal Google Street View auto's uitgerust met sensoren, die luchtsensoren, die stikstofmonoxide, dioxide, stikstofdioxide en fijnstof en zwarte koolstof, roet, kunnen meten. En wetenschappers van de Universiteit Utrecht, die hebben die apparatuur aan de auto's toegevoegd en werken ook samen met gemeente en Google om die gegevensvalidatie en analyse te leiden. Nou, zodra die analyse, die validatie is voltooid, dan worden de inzichten weer met het publiek gedeeld. Burgers, wetenschappers, autoriteiten, organisaties, zodat iedereen wel overwogen beslissingen kan nemen. Zover is het nog niet, maar als het beschikbaar komt, dan kunnen jullie daar weer op de hoogte van worden gesteld via g.co/newstraining. Nou, om jullie een beetje een idee te geven. En dan schakel ik even over naar de beeld. Je ziet hier de Environmental Insights Explorer met een aantal highlights. De tool laat je dan bijvoorbeeld een aantal verschillende statistieken zien. Hoe bouw en transport uitstoot is, het potentieel van zonnepanelen. Zie je hier boven mij. Bijvoorbeeld op de daken van de stad. Dus als iedereen dat zou doen in die stad, wat zou dat opleveren? Nou, de gegevens zijn gemodelleerd naar de daadwerkelijke bewegingen en infrastructuur uit Google Maps. En machine learning wordt daar weer toegepast om te begrijpen hoe mensen zich verplaatsen. En nou ja, op deze manier kan je zelf ook tot emissieramingen komen. Dus niet alleen schattingen, maar je kunt ook aanpassingen maken. De data als het ware manipuleren om te kijken wat dat zou opleveren. En dat doet het volgende. Stel,
Je kijkt bij Buenos Aires en je kunt niet alleen de gegevens verkennen, maar je kunt de parameters ook bewerken, zoals ik net zei. Je kan ze wijzigen om te zien hoe bijvoorbeeld de algehele uitstoot van een stad zou beïnvloed worden als je een bepaald beleid verandert. Stel, er wordt een nieuw systeem van fietspaden geïntroduceerd. Als je in Buenos Aires geweest bent, weet je dat er wel wat fietspaden zijn, maar mensen in de stad moeten eraan wennen, fietsers waarschijnlijk ook, veel eenrichtingverkeer. Maar stel nou dat de gemeente bedenkt, de stad Buenos Aires, we gaan dit echt uitrollen, dit moet. En misschien is het ondertussen al zover. Dan kun je kijken wat dat aan de mix toevoegt. Als je bijvoorbeeld het aantal auto's vermindert en fietsers toevoegt, dan kun je dat in deze inbound emissions kun je dat aanpassen en dan kun je zien wat er uitkomt. Nou, dit dus een eerste tool, de Environmental Insights Explorer. Ga daar eens mee spelen, ga eens mee kijken. Er worden nieuwe steden aan toegevoegd. Doe je onderzoek naar steden in binnen- of buitenland, schrijf je over klimaat, over steden, kijk dan zeker naar deze tool. Speel wat met die data en mocht je meer vragen hebben, mail me gerust en wellicht kan ik ze beantwoorden. Dan gaan we verder met het tweede onderdeel en daarvoor schakel ik weer naar de presentatie. Nogmaals, kijk eens op insights.sustainability.google en dan gaan we verder met Monitoring Environmental Impact. Er zijn een aantal tools die journalisten kunnen helpen bij het volgen en visualiseren van verandering in de wereld. Ook dit is weer een combinatie van satellietbeelden, sensoren en machine learning. En daardoor is het nu mogelijk om lokale, nationale en internationale veranderingen in het milieu te analyseren. Er zijn verschillende tools die inzoomen op verschillende onderwerpen. En één daarvan is Global Surface Water. En die vind je via deze URL die in beeld getoond staat. Een van die bronnen van informatie is de Global Surface Water Explorer, is van de Europese Unie. En met deze tool, en het plaatje zegt het al met de tekst, kun je veranderingen in het waterpeil van de planeet, en dan met name rondom de Europese Unie ook, in de afgelopen 35 jaar bekijken. Wat krijg je dan te zien als je inlogt? Het volgende. Het is een kaartgebaseerde tool, dus zoals we dat vaak noemen, het is data met een geospatial connection, oftewel die data hoort bij een fysieke plek op aarde, fysieke plekken, oppervlakten. Je ziet bijvoorbeeld de verandering in wateroppervlak, de seizoensinvloeden van de afgelopen 35 jaar. Die kun je opzoeken voor een plek, je kunt onderzoeken, je krijgt die data daarvan in verschillende lagen. En die kun je ook weer visualiseren. Je ziet die schakelaars aan de zijkant en daar kun je dingen aan en uitzetten en kijken wat er gebeurt. Bijvoorbeeld waar water is verdwenen van het oppervlak. En rood duidt op een enorme afname van de hoeveelheid water. Nou, bijvoorbeeld in het Aralmeer sinds 1984. Je ziet onderaan ook al een aantal voorbeelden van gebieden waarin veel veranderingen op watergebied zijn geweest. En die data kun je ook nog op een andere manier visualiseren. Bijvoorbeeld, je hebt dat Aralmeer als interessegebied geïdentificeerd. Dan kun je de veranderingen ook visualiseren. Nou, de beelden die je nu ziet, de animated GIF hier, is afkomstig uit de bibliotheek met vooraf gerenderde video's van over de hele wereld. Die zijn beschikbaar op g.co/earth/timelapsevideo's. En er zijn al heel veel timelapses vooraf gemaakt, maar je kunt ze ook zelf maken. En ik wil je nu demonstreren hoe je dat doet. En daarvoor moet ik even gaan schakelen. Dan gaan we naar timelapse. En wat je nu ziet is de Google Earth Engine. earthengine.google.com/timelapse. Dat is de plek waar je dit soort timelapses kunt zien. Ik ga naar onderin mijn beeld naar de play-knop links onder. En wat je hier ziet is dat ik een timelapse krijg door de jaren heen, hoe de gletsjer in Alaska, de Columbia Glacier, hoe die zich terugtrekt. Dus we zien hier 1984. Ik pauzeer het beeld, zet op 1984. En ik kan er zelf manueel doorheen, dus ik klik steeds op een nieuw jaartal. En je ziet hier de satellietbeelden uit dat jaar, waarmee je de verandering van de terugtrekkende gletsjer in Alaska kunt visualiseren, kunt weergeven. En als ik hier rechts, staat 0,5... X, dat betekent dat hij halve snelheid. Ik kan hem nog trager zetten of op één keer snelheid druk op play. En hier krijg ik een timelapse te zien van hoe de gletsjer in Alaska zich terugtrekt. Nou, dit is een eerste voorbeeld van wat Earth Engine timelapse kan doen. Nu zie je hier linksboven onder Google Earth Engine een pijltje met een menu. Dat klap ik nu uit. Ik kan bijvoorbeeld ook kijken naar het nieuwste vliegveld in Berlijn in Duitsland. Hoe dat gaat met de ontwikkeling en de construction work. Nou, dat is bijvoorbeeld een timelapse die al vooraf gemaakt is. En je ziet, met mijn verbinding moet ik even inladen.
En kijken wat er gebeurt. Nou, we komen hier op 19. En laten we starten op 1984 weer. Dus je ziet dat het steeds loopt van 1984 tot 2018, de satellietbeelden. En nieuwe beelden zullen worden toegevoegd zodra die beschikbaar zijn. Omdat het in browser werkt, hoef je daar niks zelf voor te doen. En als ik deze ook weer bijvoorbeeld op één keer de snelheid zet en op play, dan zien we Brandenburg Airport in Berlijn, hoe dat gebouwd, die bouw eruit zag door de jaren heen. En je ziet hier in beeld dan ook steeds meer een vliegveld verschijnen. En zeker vanaf 2009, en dan kun je nog manueel doorheen zoals ik nu doe, zie je hoe het vliegveld opgebouwd wordt. Nou, dit is een voorbeeld. Een ander voorbeeld laat ik je nog zien van dingen die erin staan. Dubai, hoe de kust daar verandert met kunstmatig land, waarmee voor de kust eigenlijk nieuw land is gemaakt. En ook dat is goed te zien in zo'n timelapse video. Je ziet, we zoomen er naartoe. Hij stelt scherp en we zien hier die eilanden ontstaan voor de kust van Dubai. Je ziet door de jaren heen hoe dat loopt. Nou, wat ik je nu heb laten zien zijn vooraf ingestelde timelapses die al aangemaakt zijn. Je kunt er ook zelf naar op zoek. Stel, ik ben als journalist bezig met een stuk over Tweede Maasvlakte of nieuw land in Nederland, wat bijvoorbeeld in water gemaakt wordt. Dan zoek ik die plek, net zoals je gewend bent van Google Maps, die zoek ik op en dan ga ik naartoe. En ook hier even inladen om scherp te stellen. Duurt eventjes, we zien hier 1996 en zo 1984 zag de Maasvlakte er nog zo uit. En ik ga even naar 2018. En daar zien we dat er al ontzettend veel is bijgebouwd. En nogmaals, we kunnen hem weer laten aflopen. En dan zien we hoe de Maasvlakte zich door de jaren heen uitbreidt op basis van deze satellietbeelden. Nou, wat je kunt doen is bijvoorbeeld dit beeld. Stel, je wilt het delen met een collega of je wilt alvast publiceren voor je publiek. Dan staat hier naast Tweede Maasvlakte met de adreslocatie staat een icoontje, het deelicoontje. Share current view, dus dan kan ik het delen bijvoorbeeld met een collega. Laten we hier eens naar kijken. Of embed, en dat is de tweede optie. En als je die embed current view, dan kun je die bijvoorbeeld in een CMS plaatsen. Nou, dit even over timelapse. Dat wilde ik graag aan je laten zien. earthengine.google.com/timelapse. Gaan we even terug naar de presentatie. We hebben gekeken naar Google Environmental Insights Explorer, insights.google. Sustainability.google, daar vind je die explorer. Denk aan Buenos Aires, fietspaden. Daarna heb ik je een voorbeeld laten zien van Global Surface Water Explorer. Die vind je via deze link, waar je bijvoorbeeld het Aralmeer zag opdrogen. earthengine.google.com/timelapse, waar we hebben gekeken naar de gletsjer in Alaska, naar het vliegveld in Berlijn, naar de kust van Dubai met kunstmatige eilanden en daarna de Tweede Maasvlakte hebben we bekeken. En dan wil ik verder gaan met de Global Forest Watch. Weer zo'n onderdeel waarbij we data hebben gekoppeld aan land, aan plekken op aarde en dan met name gericht op bosbouw. Global Forest Watch, dat biedt een schat aan informatie. Het is een bijzondere samenwerking van het World Resource Institute, Jane Goodall Institute, Google en andere partners. Daardoor kun je nu dashboards op landniveau bekijken. Laat je bijvoorbeeld zien wat de verandering van elk land op bosgebied is. Brandwaarschuwingen kun je krijgen. Je kunt kijken waar de branden zijn of alerts krijgen als er nieuwe grote branden uitbreken. En een interactieve kaart waarmee je aangepaste grens kunt trekken. Daar wil ik je zo een paar voorbeelden van laten zien. Als je naar die URL gaat, globalforestwatch.org, en je logt in, dan kom je bijvoorbeeld hierop binnen. En dan zie je een kaart van de wereld, hier een deel van Europa, Afrika, Midden-Oosten, Azië. En dat gaat voornamelijk over hoe het bos bijvoorbeeld verdwijnt, hoe er meer land of minder land bij komt. Wat dat doet met het klimaat en biodiversiteit, zie je links in de balk. En dat kan ik je nu live laten zien. Ik heb hem alvast geopend en op Finland ingesteld, omdat ik weet dat daar natuurlijk veel bos is. Dus we gaan even kijken. En dan zien we hier, ik heb Finland gekozen als land. En tree cover loss en tree cover. Dus waar het land verdwijnt, zien we meer rood. En waar de tree cover, dus meer bomen zijn, daar is het groener. En als ik die laat lopen met een timelapse hier links, timertje, dan zien we hier al dat eigenlijk steeds meer rood bij komt. Het is niet altijd door ontbossing, kunnen ook andere redenen hebben. En daarom is er bijvoorbeeld een analyse. Dus zie ik hier als rechtertap, kunnen we analyseren. En daar staat bijvoorbeeld, hoe zat het nou door de jaren heen in Finland? Is er bijna 2 megahectare verdwenen
Maar je kunt het ook vergelijken ten opzichte van andere landen, ten opzichte van Rusland, van de VS, Canada, Brazilië, Indonesië. Nou, hier staan dingen over wat is national forest, wat zijn plantations, wat is niet forest. En je kunt allerlei dingen opslaan en nog verder bekijken. Door bijvoorbeeld hier een aantal zaken aan of uit te zetten. Dus er zijn, zoals ik al vertelde, onwijs veel opties. Fire alerts aanzeggen, tree cover loss, emerging hotspots, dominant driver. Dat zijn weer allerlei verschillende datasets. De bronnen staan er ook steeds onder, zoals je ziet. Hansen, Google, nou, werken verschillende organisaties samen. En die helpen om al dit soort data in kaart te brengen. Ik sluit deze even af. En als ik even naar de Global Forest Watch index ga, dan heb ik hier bijvoorbeeld al wat opgeslagen. En dit is bijvoorbeeld een analyse van, stel voor België wil ik het een en ander weten. Dus ik klik hier op België en dan krijg ik een samenvatting met allemaal gegevens van verschillende bronnen. In 2010 had België zoveel kilo hectare natural forest. En wat was er verloren? Dus we zien hier een staatje. Rechts zie je nogmaals geografisch het land, de boundary als het ware. Het is nu heel duidelijk een landsgrens, maar je kunt ook zelf gebieden arceren en daar informatie over opvragen. Dat zal ik zo laten zien. Nou, je ziet hier links in het document tree cover loss in België, naar welke jaren. En dan kan je daar weer verder op gaan inzoomen, krijg je meer informatie. Ten opzichte van andere landen, welke regio's waren dan verantwoordelijk voor het verdwijnen van bos of in ieder geval bomen? Wallonië, Vlaanderen, Brussel. En ik kan bijvoorbeeld ook zelf aangemaakte gebieden. Stel ik een van de soort van politieke concepten zou een EU-regio Scheldemond Greater Area. Het is een gebied vanaf ongeveer Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel. Deze heb ik zelf getrokken. Ik kan je zo meteen laten zien hoe dat gaat. En dan kan ik ook dit soort informatie opvragen en krijg ik dat een soort van gecustomized vanuit die dataset als rapport over het gebied waar jij interesse voor hebt. En ook hier krijg ik dit soort informatie weer. Ik kan nog door de tapjes heen. Wat is er veranderd aan bos? En ik kan dit ook weer op de kaart laten zien. Nou, zo zijn er ontzettend veel opties. Ik ga even terug naar de Global Dashboard. En nou, ik kan dit bijvoorbeeld ook voor Nederland doen. De Netherlands. En stel, ik wil het voor Noord-Holland weten. Hoe daar wordt omgegaan met ontbossingen, wat daar zoal gebeurd is. En dan kan ik zelfs nog kijken, hoe zit het bijvoorbeeld in de regio Laren? Toch een heel ander gebied van Noord-Holland dan bijvoorbeeld Den Helder. En ook daar krijg ik dan weer vergelijkingen. Kan ik allerlei informatie opvragen. Nou ja, hoeveel tree cover er in Laren is ten opzichte van de rest van Noord-Holland. En al die informatie kan ik dan kan ik gaan opvragen. Oh, en over klimaat. Nou, zoals je ziet is onwijs veel informatie te vinden over echt de kleinste regio's en gebieden. Dus neem eens je tijd om rond te kijken op globalforestwatch.org. En het enige wat ik je nog zou laten zien is dat ik bijvoorbeeld, als ik naar de kaart ga en ik wil een bepaald gebied bekijken, dan zoom ik in. En ik zoom hier bijvoorbeeld in. Nou, laat ik zeggen dat ik die EU-regio, zoals ik hem net maakte, wil ik meer over weten. Dan kan ik hier naar Analysis gaan. Die klik ik aan en dan Draw or Upload Shape. Dus ik kan zelf een tekening maken of ik heb bijvoorbeeld al van een bepaald gebied waar ik shapes van heb. Ga ik tekenen, start drawing, klik ik op en dan neem ik dat gebied bijvoorbeeld van Brussel en dan maak ik het iets breder. Ik zeg, het mag wel ongeveer zo lopen. Ik doe het nu heel snel voor demonstration purposes. En dan wordt er een analyse over dit gebied gemaakt, deze interactive map. Nou, zodra die analyse klaar is, helemaal afgerond, dan krijg ik ook een mailtje met die informatie en ik kan hem hier linksonder ook saven in mijn account. Ik geef hem een naam, ik zeg waar het over gaat, het is tags en een naam. En dan kan ik het later terugzoeken, hè, als ik daar met mijn research mee bezig ben. Nou, dit is de Global Service Watch. Heel veel informatie, heel veel datasets die relevant wordt bij jouw zoekvragen, bij de gebieden waarin jij geïnteresseerd bent voor jouw research, misschien voor je publicatie. En die je ook kunt gebruiken. Hè? Dus je kunt dit soort dingen gaan embedden in jouw publicaties. Zeker als het interactief is. Maar je kunt het natuurlijk ook wel screenshots gebruiken. En die data natuurlijk ook gebruiken in je reporting. Ik ga even terug naar de presentatie. Global Forest Watch. Mocht je daar nu vragen over hebben, denk je, er kwam ontzettend veel voorbij in korte tijd. Ik heb nu een beetje een idee wat ik ermee kan. Ga dan naar g.co/newstraining. Daar heb je environmental reporting.
Environmental journalism, die lessen die bijvoorbeeld specifiek over Global Forest Watch gaan of over Global Surface Water. Neem daar zeker een kijkje. En mocht je dan nog vragen hebben of zeg je dit moet mijn hele redactie weten, Laurens, kun je hier een speciale, nog een keer een speciale presentatie over geven met vragen van mijn collega's en van mij. Mail me dan lvrekamp@google.com over de onderwerpen of over iets anders. Vragen die je hebt, feel free, doe het alsjeblieft, want daar ben ik een teaching fellow voor. Dat is mijn rol bij het Google News Lab. Oké, gaan we verder met de presentatie. We hebben Global Forest Watch gehad. Hier nog een screenshot van de Global Forest Watch over fires. Dus waar zijn er branden? Ook die informatie is aanwezig. En dan komen we als laatste punt bij Monitoring the High Seas. En kijk even naar dit beeld. Wat je hier ziet is namelijk een Chinese vloot die uit vissen gaat. Dus dit is de omvang van de visserij op een plek in China. De ICIJ, en dat is een internationale organisatie van onderzoeksjournalisten, investigative journalists, die heeft Pulitzer Prizes gewonnen voor onderzoek naar de visserij. Looting the Seas is een van die projecten. En dat moesten ze uitvoeren met handmatige kaarten en logboeken. Het duurde meerdere jaren, meerdere partners. Het was een internationaal samenwerkingsverband. En een van de toepassingen die de laatste jaren online zijn gekomen, die zijn ontwikkeld, is globalfishingwatch.org. Daar vind je deze resource. Want met het gebruik van Global Fishing Watch is het mogelijk om vloten van het hele land, van ons eigen land of onder Panamese of Peruviaanse vlag bijvoorbeeld, om die te volgen en daar rapport op te maken. En bijvoorbeeld ook waarschuwingen te geven over wat ze doen. En ook deze data resource, Global Fishing Watch.org, heeft heel veel verschillende datasets die worden gebruikt. En heel veel visualisatiemogelijkheden. En die ga ik jullie nu laten zien. Dus bear with me. En dan switch ik even naar de presentatie met de live site van Global Fishing Watch. Daar ga ik nu naartoe. Als je naar globalfishingwatch.org gaat, dan krijg je dit te zien. Er wordt gevraagd om in te loggen en dan kun je Explore Our Map kiezen. Dus dat ga ik nu doen. En deze applicatie is vrij heavy ook over de processor, want hij laat dus zowel datasets als kaarten in als bewegingen van visserschepen. En je krijgt hier een soort, je kan ook bijna real-time beelden te zien krijgen. We zoomen hier nu in op Zuid-Amerika. En als ik iets verder inzoom, dan zie je ook allemaal hier dit soort lijntjes. En dat is een laag van de Europese economische zones, die zijn gemarkeerd en aangebracht. Die kun je ook uitzetten. Nou, wat ik je wil laten zien, we kunnen hier op play drukken linksonder. En dan krijg ik een beeld te zien van scheepsvisserij, scheepsbeweging, of eigenlijk allerlei soorten schepen, tussen 1 januari 2020 en 16 mei 2020. Dus zover gaat de data. En eigenlijk al die bewegende puntjes die je nu ziet, dat zijn scheepsbewegingen, voornamelijk visserschepen die zich in deze wateren bevinden en daar vissen. Nou, ik kan de datum ook aanpassen, dus kan ik zeggen, geef me nog iets verder, een iets langere tijd. Ik wil het vanaf 1 januari 2019 tot vandaag. En dan is de tijd waarmee ik eigenlijk door de beelden heen zoom, door de datasets, is 1 maand. Dus dat schrijf ik steeds met een tijdsblok van 1 maand op, zoals je hier ziet. Nou, ik ga het hier even stoppen. Wat kan ik dan als volgt doen? Ik kan bijvoorbeeld naar een bepaald schip op zoek. Dat kan ik hier rechts doen. Daar heb ik eigenlijk allemaal lagen. Die klap ik hier uit. Er worden 8,6 miljoen schepen gemonitord. En als ik vessels doe, dan kan ik op zoek naar een schip. Dus stel je bent bezig met onderzoek naar een schip. Dan, ik weet bijvoorbeeld een Argentijns schip wat Don Luis de Eerste heet. Don Luis 1, daar zoek ik nu naar. Of ik zoek gewoon op Don Luis. En als het goed is, krijg ik daar een resultaat op. Ik zoek en op dit moment laat hij nu niks zien. Ja, daar komt hij, Don Luis 1. En ik kies bijvoorbeeld deze uit. Dan laat hij de scheepsinformatie in. Je ziet hier de naam, onder welke vlag die vaart. Je ziet bepaalde identificatienummers die ik ook weer bijvoorbeeld via Marine Tracker kan opzoeken. Dus zo kan ik verschillende datasets combineren door hierop te klikken. Wat ik nu wil weten is waar was die. Dus ik klik hier het icoontje van het kompas en point me dat schip. En als ik dan op play druk,
dan zou ik ergens voor de kust van Argentinië activiteit moeten zien. En die zag ik ook net hier onderin. Dus ik ga even inzoomen. Dan ga ik nog een keer de timer laten lopen. En kijk, en daar zie ik weer activiteit. En het gaat om deze activiteit die ik hier zie. Dus hier voor de kust. En daar zien we de scheepsbeweging van de Don Luis. Nou, en dit één schip zegt je misschien nog niet zoveel, maar misschien wil je wel weten waar het schip geweest is. Hoe lang het bijvoorbeeld ergens over doet, hoe vaak het uitvaart, welke havens het aandoet. Dat soort dingen kun je zien. Ik wil bijvoorbeeld ook nog een ander schip. En stel dat, dan neem ik de Nuncia. Is ook een schip waar ik naar op zoek kan. Die zoek ik op. En dan kan ik schepen bijvoorbeeld met elkaar vergelijken. Of ik kan een vloot maken, zodat ik ze bij elkaar in verband breng. Nou, er zijn verschillende projecten die nu lopen, waar verschillende organisaties en redacties mee bezig zijn. Ik weet dat Caro's Pointer-redactie, Caro-NCV Pointer, heeft een project gedaan. Dus als je wilt kijken wat zij hebben gedaan, ze hebben gekeken naar een bepaald type schip en of Nederlandse visserijschepen betrokken zijn bij het illegaal transshipment, dus het overbrengen van vis van het ene schip naar het andere schip midden op zee. Hebben zij door middel van deze tool hebben ze gebruikt om te kijken of Nederlandse visserijschepen daar ook aan meedoen. Dat is een van de projecten waarbij ze baat hebben gehad bij het gebruik van Global Fishing Watch. Ik ga hem nu afsluiten voor nu. Maar je kunt float aanmaken, je kunt meerdere lagen instellen. Die kan ik ook nog laten zien. Ik sluit deze even af. Vessels. Je kunt kijken naar verschillende soorten kaarten, satellietbeelden of andere manieren van weergeven. Activiteitslagen, nightlight vessel detections, dus welke schepen zijn er 's nachts ook veel actief? Is het een phishing effort, ja of nee, kan ik aan of uitzetten? Varen ze onder Panamese vlag? Dat soort dingen kan ik aanzetten. Statische layers, bijvoorbeeld die Europese economische zones. Protected Planet is weer een andere dataset. Die kan ik kleurtjes geven en zelf aanpassen. Ik kan lagen toevoegen. En zo kan ik deze Global Fishing Watch helemaal naar mijn hand zetten. Vooral handig als ik onderzoek aan het doen ben. Maar ook om bijvoorbeeld te gebruiken om je kijker, je lezer mee te nemen in te laten zien hoe zijn deze schepen nu bezig, hoe vissen zij, wat zijn patronen. Want het ene schip wat op een bepaald type vist, heeft andere soorten manoeuvres, andere soorten routes dan andere type visserij. Dat soort dingen kun je allemaal vrij duidelijk visualiseren. Onder andere met deze tool, Global Fishing Watch. Nou, gaan we weer even terug naar de hoofdpresentatie. We hebben nu gekeken naar verschillende tools, verschillende datatools en visualisatietools om aan environmental reporting te doen. En ik zet ze nog één keer voor jou op een rijtje. Nogmaals, ik weet dat het veel is, ik weet dat het snel gaat, dat er veel informatie op je afkomt. Deze tools zijn echt ontwikkeld om de tijd te nemen om rustig dingen uit te zoeken. Het wordt allemaal verantwoord, hoe komen we aan de data, wat doen we ermee? En je kunt ze dus customizen. Je kunt echt jouw specifieke zoekvragen binnen de tools loslaten. Dus neem er de tijd voor om het je eigen te maken. Nogmaals, als je vragen hebt, mail me gerust. Ik zet nu alles nog even voor je op een rijtje. We hebben gekeken naar sustainability, monitoring environmental impact, dus op land en water. En de high seas, wat gebeurt er op zee? Dit zijn de resources nogmaals die erbij horen. Google Environmental Insights Explorer, insights. Sustainability.google, Global Surface Water Explorer, waarin je bijvoorbeeld dat Aralmeer, wat was voorbeeldnamen, maar misschien ook meren in Afrika, in Europa, wat gebeurt daar met rivieren, met mondingen, dat kun je daar opzoeken en de veranderingen over tijd tonen. Earthengine.google.com/timelapse, als je bijvoorbeeld de bouw van het vliegveld in Berlijn wil tonen, of de Maasvlakte, of wat dan ook. Global Forest Watch liet te zien hoe je bijvoorbeeld bepaalde regio's de ontbossing kunt zien, wat zoal oorzaken zijn. Hoe het ene gebied groener is dan het andere, bijvoorbeeld Laren wellicht groener dan Den Helder. Dat soort dingen kun je uitzoeken. Waar is de groenste gemeente van Nederland? Waar komen de bomen bij, bossen bij? Global Fishing Watch om de visserij wereldwijd in de gaten te houden, waarbij je zelf custom fleets kunt maken, bepaalde schepen kunt in de gaten kunt houden. Nou, dit over deze les. Ik hoop dat je een paar nieuwe tools geleerd hebt, dat je wellicht inspiratie hebt opgedaan, dat je misschien denkt, hey, deze bron kan ik gebruiken bij een volgende opdracht die ik heb of een stuk waar ik nu aan werk. Het is wel handig om dit ook nog even als bron te gebruiken of wellicht visualisaties uit te halen.
Laat me weten wat en hoe je hier iets aan hebt. En dan heb ik nog een paar laatste mededelingen. En dat is hele algemene vragen over verschillende tools kun je stellen aan newslabsupport@google.com. Wil je met je redactie een workshop over één specifieke tool die je vandaag gezien hebt of over andere onderwerpen, zoals Backlight, die ik al aan andere redacties ook heb gegeven in een custom hangout, of nog een keer over Earth Studio, hoe je daarmee animeert, of over datavisualisatie. Noem het maar op, alles wat journalisten kan helpen. Informeer, stuur me een mailtje elfrekamp@google.com en we doen een custom hangout. De volgende training is over 9 dagen, vrijdag 29 mei, ook weer om 12:15. En alle specifieke vragen, mail ze gerust elfrekamp@google.com. En dan zit ik klaar om die te beantwoorden. Rest mij niets meer dan je een fijne dag verder te wensen, wanneer je dit ook kijkt, waar je dit ook kijkt. En ik zeg tot de volgende keer.